campagne speech. Ja. Wat heel opmerkelijk is, Biden die wilde het onderscheid maken tussen ik sta voor democratie. De democraten zijn democraten, en niet alleen in woord, maar ook in daad. En de republikeinen die hebben zich nu geschaard achter de man die het land wil opblazen. Er zijn in november zijn er tussentijdse verkiezingen. Trump en Biden staan helemaal niet op een verkiezingslijst. Maar het wordt toch een strijd tussen hun beiden. En Biden die heeft de afgelopen maanden, hij stond er heel slecht voor in de waarderingscijfers, maar hij heeft een aantal grote successen binnengehaald. En dit is zijn moment. En hij denkt, nou, dat pak ik dan, dat moment. Ik neem afscheid van de harde kern van het republikeinse electoraat. En ik doe deze speech in de hoop dat de twijfelaars mijn kant op komen en dan gaan stemmen voor democraten, voor het huis en voor de senaat. En het is absoluut een verkiezingsspeech. Het is ook gevaarlijk. Ik heb er 7 jaar gewoond. In de afgelopen jaren zie je het land afglijden naar haat, onverdraagzaamheid. En ik ben echt serieus, denk dat er een groot risico is voor een burgeroorlog bij de volgende verkiezingen. Als de mensen denken van de ene partij, mijn kandidaat heeft gewonnen, maar hij krijgt het Witte Huis niet. Het is echt akelig. 6 januari 2020 is een vingeroefeningetje geweest, denk je? Ja, vorig jaar was het. Dat klopt, het is een vingeroefening. Maar het is een hele akelige situatie. En veel republikeinen, meer dan democraten, hebben 3 wapens in huis. Ja. En als je daarbij stilstaat, als die mensen boos zijn en die gaan de straat op, dan wordt het vervelend, akelig en riskant.